Ja, ik had gewoon zo'n ideaalbeeld in mijn hoofd voor die verkiezingen. Ik denk, we maken een lekker sterk rechtsblokkie. Hè? Ja, dat had ik in mijn hoofd. En daar zat dan bij, Omtzigt zat erbij en de BBB zat erbij. En PVV zat erbij. En dan eventueel nog de VVD erbij, dat maakt niet uit. En dan zo had ik het in mijn hoofd. Maar dat hele beeld, dat is in één keer helemaal weg. En jullie zeiden van mij, ja maar Harry, niet zo pessimistisch. Ik ben niet zo pessimistisch hoor, van aard. Nee. Maar het is meer het realisme wat bij mij nu binnenkomt, vrienden. Ja, want die Omtzigt, vrienden, wij denken allemaal dat hij een beetje naar rechts neigt en zo. Maar dat is niet zo. Dat is gewoon niet waar. Nee, hij geeft mij meer het gevoel dat hij een beetje meer naar links wil. Ja, ik noem hem al Pietertje Paars. Ja, dat zit er gewoon aan te komen met hem. Hij gaat die GroenLinks en die Partij van de Arbeid erbij halen. Ja, hij wil dat sociale sausje er ook overheen en zo. Dat. En de PVV, daar wil hij niet mee samen. Dus dat hele rechtse blok, dat kan je al sowieso schudden. En kijk even naar de BBB nu, wat daarmee gebeurt. Ja, de Caroline. Nou, mijn bek niet zo ver open. Ik bedoel, ik een kaakverrekking van wat zij nou allemaal aan het doen is. Dat is toch echt ongehoord. Dat kan toch helemaal niet? Nee, die geeft alles maar uit handen. Die gooit handjes in de lucht en die geeft zich over. Begint te zwaaien met handdoeken, witte handdoeken, weet ik veel. Dat kan toch helemaal niet? Nee, want die zegt van ja, ik ben zo blij dat hij behouden blijft voor de Nederlandse politiek. Beste Kamerlid, wat we hebben, die Omtzigt. En als het ons zetels kost, dat maakt er helemaal niet uit. Oh, dat maakt niet uit. Nee hoor. Nee, ga je gang maar, Omtzigt. Ja, en oh, ze is zo blij met hem. En hij ook. En met elkaar. Is dat? Ik krijg ook een vraag. Toen was ook gelijk in paniek. Ja, als iemand nou twijfelt. Ja, tussen Omtzigt en de BBB. Wat moet hij dan stemmen? Grote paniek bij de Caroline. Geen idee. Oh nee, ja. Nou, dat is een lastige vraag. Hoezo een lastige vraag? Vertel de mensen waarom ze wel BBB moeten stemmen. En geef niet op. Want dat is wat ze nu aan het doen is. Nu is ze onderweg naar een kleurloos middenpartijtje. Ja, terwijl ze de grote winnaar leek te worden. Het ziet er ook allemaal niet meer aan te komen, vrienden. Nee. Oh, Caroline, wat ben je allemaal aan het doen? Oh, vrienden, er komen hele vervelende tijden aan. Ja, met Pietertje Paars.